Nou, we zien epidemiologisch dat zeg maar, het aantal mensen met enkelvoudige of relatief lichte psychische problematiek fors toeneemt, zeker bij jeugdigen. En daar moeten we denk ik veel meer nadenken over hoe we dat probleem maatschappelijk aanvliegen dan louter als GGZ-sector. En even vanuit een ander perspectief geredeneerd, zeg maar de klantwaardeoriëntatie, daar gaat het bij die electieve zorg, angst en stemming veel meer over kostenleiderschap. En dan gaat het bij de mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen veel meer over, weet je de verbinding met die klant en zijn systeem goed te maken en hoe kun je daar zodanig waarde aan toevoegen. Dus dat zijn wel verschillende waardeoriëntaties en dat vraagt dan ook denk ik in je bedrijfsvoering een heel onderscheiden opzet. Ik denk dat verzekeraars hun rol steeds beter vervullen. We hebben nu eenmaal in dit land besloten dat die ondankbare rol bij verzekeraars wordt neergelegd. Dat is het stelsel. En zij hebben daarin te acteren. Dus zij moeten zorgen dat zij ons scherp houden en zoveel mogelijk zorg van goede kwaliteit tegen de laagst mogelijke kosten inkopen. Iedere GGZ-organisatie kent zijn pieken en dalen. Hier bij GGZ Friesland hebben we in 2014, 2015 natuurlijk een hele moeilijke periode gehad. Waarin bleek dat onze DBC-prijs echt fors opliep. Dat kwam omdat wij slecht registreerden. Dan wordt er beter geregistreerd. Ja, dan is het natuurlijk uitermate gewettigd dat de verzekeraar zegt, ja, moet ik dat betalen? Dat jullie bedrijfsvoering niet op orde hadden, is jullie probleem. Daar hoef ik niet de maatschappelijke lasten voor op me te nemen. We hebben uiteindelijk gekozen om het hele segment angst, stemming en persoonlijkheid hebben wij overgeheveld naar een nieuwe organisatie. We hadden een goed nieuw bedrijfsmodel opgezet, zowel inhoudelijk als ook bedrijfsmatig. En eigenlijk heel strak richtlijnconform. En als je daar binnenkomt, dan wist je bij de start van de behandeling wanneer die ook zou eindigen. En dat werd tot achter de comma consequent doorgevoerd. En zij zijn in hun model dat op hun manier gaan behandelen. En dan zie je dus dat daar kostenleiderschap kan worden waargemaakt. Dat daar in een andere bedrijfscultuur vernieuwend kan worden gewerkt. Dat daar de effecten zeker zo goed zijn als ze bij ons waren. En geen kwaad woord over onze behandelaren, want die zijn natuurlijk opgegroeid in een bepaalde cultuur en hebben altijd naar eer en geweten hun werk gedaan. Maar wil je uiteindelijk toe naar een sector die scherper aan de wind vaart en die recht doet aan de verschillende, noem het maar, marktsegmenten, ja, dan denk ik dat het onontkoombaar is dat je dit soort fundamentele keuzes maakt. En het is geen toeval dat zowel in het onderwijs als bij de politie als in de zorg professionals meer en meer afhaken. En volgens mij zit dat niet in het fenomeen dat ze niet productief willen zijn. Maar dat gaat veel meer over dat ze de controle op hun werk kwijt zijn. Dus ik denk zelf, zonder me nou te wagen aan een maatschappelijk vergezicht, dat we echt naar een fundamentele herinrichting van de semi-publieke sector moeten. Inclusief het domein van de GGZ waar het gaat om EPA, een ingewikkelde problematiek. En dat daar professionals wel degelijk weer letterlijk in regiefunctie moeten komen. Maar wel toegerust moeten zijn vanuit het besef, ik heb ook een maatschappelijke opdracht waar het gaat om de betaalbaarheid en de toekomstbestendigheid van de GGZ en van de zorg.